Toen zijn we begonnen met 136 winkels. Vet. Uh, dat werd, een paar maanden later werden dat er 360. En daarna, heel kort daarna, kwam Jumbo. Daar kwamen we, begonnen we met iets minder dan 100 winkels. En dat is tot de dag van vandaag zijn dat er 1350 verspreid over uh, Nederland en België. Ja. Duizend winkels ongeveer in Nederland en 200 in België. Wow. En daar zijn we hartstikke trots op. Ja. Uh, stel een duidelijke doelstelling. Lees het elke dag voor jezelf op. Programmeer jezelf en noem maar op. Hij vertelt het allemaal. Maar ja, dan zit je daar, heb je het boek uitgelezen. En ja, wat ga je doen? Oh. En op een gegeven moment tijdens het gesprek zegt hij, jongens, ik ga het doen. Hij zei, wat vinden jullie van 100 winkels? <laughs> en dan zit je daar, en dat was tijdens corona. Dus hmm. je zit in een, in een Teams-meeting. Ja, pokerfeest, eerste klas. Yes, 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 lieve luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets-podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zit ik in studio met Ridwan Elmorabit. Hij is samen met zijn broer Mohamed de oprichter van uh, halal babyvoedingmerk Little Merriam. Voordat hij begint met ondernemen, studeert hij af aan de Radboud Universiteit. Daar doet hij uh, de studie accounting en control. Um, hij begint als rijkstrainee uh, rond dat traject af en bekleedt verschillende mooie functies binnen de Rijksoverheid. 2021 besluit hij de stoute schoenen aan te trekken en zichzelf volledig op het ondernemerschap te richten. Hij richt dus Little Merriam op samen met zijn broer. Dat merk is inmiddels super mooi en hard aan de weg aan het timmeren. Ze liggen bij Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet. Ook in België bij De Koolheid en Carrefour. Uh, waarschijnlijk ben ik nog een aantal supermarktketens uh, vergeten te noemen in Nederland, daar komen we zo meteen op terug uh, waar ze naartoe gaan groeien met het bedrijf, uh, Lidl Meriam dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering waar Ridwan tegenaan is gelopen, hoe hij de keuze heeft gemaakt om van uh, werknemerschap naar ondernemerschap toe te gaan, hoe die transities gaan, dat gaan jullie allemaal horen in deze aflevering, blijf vooral kijken en luisteren en raak geïnspireerd Yes Ridwan! Ja. Welkom in de studio, fijn dat je er bent, eh, broeder. Ja, top, dankjewel. Dankjewel voor de introductie. Ik had het zelf niet beter gedaan. Ja. Uh, alles klopt? Bijna, je had bijna alles goed. Bijna ja. alles goed. Nee, het was uh, goed, je zei nog, we komen nog terug. Of, uh, of je ja, had ja. gezegd dat we in alle supermarkten liggen of niet. Ja. Uh, Eén ontbrak, Dirk. Dirk van den Broek, dat is, dat is niet de kleine, natuurlijk. Dat is een dus een hele die, grote. Uh, die moeten we wel noemen. En zijn we ook was dat is de eerste waar jullie. Uh, uh, de samenwerking zijn aangaan? Nee, de eerste was Albert Heijn. Ja. Uh, dat was in 2021, in november. Gesprekken staat natuurlijk wel een paar maanden, paar maanden eerder. Ja. En die gaven ons als eerste kans. Uh, Jumbo was ook gelijk vanaf het begin af aan geïnteresseerd. Ja. Maar dan duurde het traject iets langer. En Albert Heijn, ja, die was na twee gesprekken uh, was gewoon heel enthousiast. Uh, en die zei van jongens, laten we het doen. En toen zijn we begonnen met 136 winkels. Een uh, ja. paar maanden later werden dat er 360. En daarna, heel kort daarna, kwam Jumbo. Daar kwamen we, begonnen we met iets minder dan 100 winkels. En dat is tot de dag van vandaag zijn dat de 1350 verspreid over uh, Nederland en België. Duizend ja. winkels ongeveer in Nederland en 200 in België. Wow. En daar zijn we hartstikke trots op. Ja, en natuurlijk hard aan de weg aan het timmeren om internationaal, onder andere in Duitsland, wat te gaan doen. Hoe dat allemaal is ontstaan, de hele levensloop daarnaartoe, ja. gaan we het straks uitgebreid over hebben. Uh, en als je dan een beetje teruggaat naar, uh, naar het moment dat je jaartje 8-9 was, uh, had je toen al een idee wat je wilde worden, Redwan? Uh, heel basic. Ik weet niet of het was toen ik 8 of 9 was. Misschien een stukje ouder. Mm -hmm. uh, heel cliché. Ik droomde ook wel eens om mijn zolderkamer dat ik me uh, zag in een PSV-seurtje. Ik ben een PSV-supporter, maar toen de tijd PSV of Ajax-seurtje misschien nog. Ja. Uh, dat je droomde van een. Uh, dat je pro was, de winnende maakte tijdens een Champions League finale. Mm -hmm. Dus dat was een droom. Uh, is mijn droom gebleven. Uh, ja. En ik droomde wel eens van. Uh, ik had wel altijd wel het gevoel van ik wil iets van de zakenwereld in. Zakenman worden. Ik, okay. En dat kwam mede, onder andere klinkt misschien heel raar. We hebben dezelfde leeftijd, Ludo Sanders, goed tijdens slechte tijden. Ja, zeker. je ja. die bad, man, bad boy ja. Ja. Uh, in zijn pakje, strakke blouse, stropdas. Uh, Charisma. Naast... Charisma. Het was echt een... Uh, ik denk dat uh, ja, veel mannen, misschien wel Marokkaanse mannen ook wel, dachten ja. van hey, Ludo Sanders. Shout-out naar Erik Vogel. <laughs> uh, zeker. Dat is een echte man. Ja, man. En... Herkenbaar dat was wel iets wat ik dacht van hé, dat wil ik ook wel en dan niet dat uh, de duistere kant van hem want hij we, 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 ja, deed uh, wel eens mensen ontvoeren en zo uh, ik weet niet wat die allemaal deed ja, maar deed alles om zijn eigen afje <laughs> te redden, inderdaad om te uit te breiden ja. kijk die kant gelukkig niet daar kijk ik gelukkig gelukkig had ik wel altijd van jongens van dat wil ik niet ja. maar vooral het zakelijke aspect het, uh, het bedrijf opzet volgens mij Heeft die tijdens de serie weet ik veel voor bedrijven opgezet ja. uh, dat vond ik wel altijd heel interessant Dat mm -hmm. vond ik ook vet uh, dat ik dacht van hé, hey, dat is wel iets wat ik wil, uh, maar concreter dan dat had ik niet. Ja. Uh, wat ik wel vet vind. Uh, ik heb toevallig uh, twee weken geleden, ik heb het ook al eerder gedaan. Heb ik een, uh, was ik uitgenodigd door, uh, door uh, een van mijn zussen, Boesera, uh -huh. om een, uh, tijdens de boekenweek een boekje voor te lezen. Ik uh, ben op school, in de islamitische basisschool uh, in Zeist. En heb ik, wat is het, twintig minuten. Heb ik, heb, elk, heb ik vier klassen gedaan. Elke klas 20 minuten. Vijf minuten boekje lezen. En daarna Q&A sessie. En daarna heb ik bij drie van de vier klassen ook gevraagd. Wat willen jullie worden? En dat viel, daar viel me wel op. Dat kinderen echt wel weten. Op die leeftijd al heel jong. Al, ook groep drie. Ja. Uh, dat ze echt al concreet weten wat ze willen. Ja, en, omdat het nog dromers zijn. zijn. Op een gegeven moment wordt het dromen wordt een beetje beperkt. Door het systeem. Dat ze van, nou, doe maar normaal, je piloot. Uh, maar op die, op die leeftijd ben je nog volop aan het dromen, want alles is mogelijk. Kom, je bent maar, nog niet geprogrammeerd om dat juist niet te doen. Dat helemaal. Maar het is ook heel leuk om een en je heel divers van al die kinderen hoor je wat ze willen. Ja. Uh, kijk, de, die jongens, paar jongens, ze roepen heel cliché, profvoetballer. Ook leuk. Uh, en dan heb je altijd een paar nog die roepen piloot. Maar sommige groepen echt binnenhuisarchitect, uh, lerares... Uh, uh, straaljagerpiloot, uh, kinderarts, uh, eens wel bij de kinderopvang werken, je hoort echt diverse dingen. Ja. En dat maakt het wel heel leuk om te horen op die leeftijd van hey, ze zijn er toch wel. Uh, sommige kinderen zijn verder dan ik was op die leeftijd, ja. in de zin van dat ze echt wel concreet een bepaald beroep of uh, een tak in het oog hebben waar ze naartoe willen werken. Ja. Ik had dat minder. Uh, ik denk dat het voor mij dat ik voor het eerst echt concreet werd... wat ik wou doen toen ik... Uh, denk ik toen ik in de vijfde klas zat. Uh, vijfde of zesde klas zat van het VWO. Uh, toen, kwam, toen wou ik op een of andere manier accountant worden. Ja. Ik zag het helemaal voor me. Daar droeg het ook een pak, à Ludo Sanders. Ja. Uh, strak in weloes, stropdasje, lease auto van de zaak. Uh -huh. uh, de eerste ook altijd zo'n beeld van... een accountant verdient heel veel. Ja. Geloof mij, degene die onderin beginnen... Prima salaris, maar je verdient het meest als je wat hoger in de boom zit. Ja. Uh, en toen wou ik accountant worden. Uh, ook die kant op bewogen. Bewust studie gekozen, bedrijfskunde. Aan de rat bouwt uh, om daarna uh, de stap te maken naar de Master Accounting Control. Ja. Uh, dus echt bewust daar naartoe gewerkt. En toen werd ik aangenomen bij, uh, bij een van de Big Four accountancy kantoren, Deloitte. Ja. En ben ik begonnen als auditor. Maar daar kwam ik... Kijk, en dan kom je erachter... Uh, Blijkbaar kende ik mezelf niet heel goed. Uh, ik vind het wel leuk. Ik vind het... Uh, een jaarrekening bestuderen is echt supervet. Uh, Superleuk om te doen. Om, te, om de organisatie te, te begrijpen. Uh -huh. Maar echt het praktische werk van, uh, van Auditor... Uh, is toch wel... Beetje saai. Ja, heel saai. Ja. Je, je bent heel... Ja, in kleurenprofielen blauw bezig. Uh, vanuit mij... Op, ik moest vooral jaarrekeningen controleren. Dus niet de jaarrekeningen opstellen. En uh -huh. ja, dan ben je toch wel... Constant uh, Excel-bestanden uh, aan te controleren. En ik kwam er best wel vrij snel achter dat dan wel, dat ik dit gewoon niet leuk vond. Hoe lang was je uh, auditor? Uh, max twee jaar. En toen ben ik ook op een gegeven moment de, gaan nadenken, wat, wat wil ik gaan doen? Al nou, gelijk al heel snel. Mm -hmm. dat, dat is wel echt wel, uh, dat weet ik wel, ik denk ik na een half jaar. Zat had ik al door van hé. Hey, is dit, is dit wel echt wat ik wil? Past dit ook echt bij mij, wie ik ben? Mm -hmm. uh, en dat... Uh, daar had ik nog geen antwoorden op. Wat ik wel weet, is dat ik altijd wel... Dat, je, dat ik wel iets voor mezelf wou doen. Uh, maar dat was toen ook nog niet concreet. Dus ik had ook nog gewoon een zoektocht. Uh, ondernemen, vet. Dat wil ik wel. Ja, ja waar moet je beginnen? Dus op, dus op dat moment speelde er ook nog niks qua ondernemen. Ja. Maar je, je droom, passie was het wel te doen. Maar doe het maar. Als je eenmaal geprogrammeerd bent om... Uh, je kent het wel vanuit onze ouders ook wel. Van doe je best op school. Ja, een stukje achtergrond uh, ook met de opleiding en zo. Je hebt best wel veel geïnvesteerd om een bepaalde hoek uh, op te gaan. Dat is het. Namelijk die master die je hebt gedaan, de hele studie daarvoor nog, de bachelor. Dan is het inderdaad van oké, okay, wat ga ik doen? Dan ga ik die kant op? Maar ik heb net de bevestiging gehad ja. dat het niet is, iets is wat ik leuk vind. Dus wat nu? Dus wat ik kan nu? me heel goed voorstellen dat je een beetje met je, je hand in de haren zit. Oké, dat, dat is leuk, dat is een zoektocht uh, die je dan hebt. Ja. Uh, kijk, je weet wel, je denkt altijd bij jezelf je wil ondernemen. Maar ja, kijk, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Dat heeft Sena misschien ook wel verteld. Uh, dus het beeld die je hebt, ook vanuit ja, de om, directe voorbeelden die je hebt, die je vanuit, vanuit je omgeving hebt, is van uh, uh, gebruik je hersenen, ga naar school. Uh, stabiele een, vaste baan uh, ja, doen opleiding uh, waar je wat aan hebt ja. uh, waarvan je denkt ook wat je wat aan, wat, je, wat je ook ongeveer wil gaan doen, want geloof mij ik, zo oud toen ik, toen ik die keuze moest maken wist ik nog, echt nog niet precies wat ik wilde. ik vond het wel leuk het onderwerp bedrijfskunde was mijn bachelor en master account control ik vond het echt heel interessant, heel leuk uh, maar je weet nog je denkt iets leuk te vinden, dus je gaat het doen, maar je vindt het niet leuk, achteraf uh, en dat was ook de keuze die ik toen heb gemaakt. Wat wil ik dan? Ja, goh, ik weet het niet. Uh, en ik hoorde al wel verhalen over het Rijks traineeship. Uh -huh. uh, dat je twee jaar een traineeship volgt bij het Rijk. Uh, en dat je uh, vier keer een half jaar een plek doet op diverse plekken. Uh -huh. uh, en dat leek me wel interessant. Ik dacht van hé. Hey, beetje snuffelen. Beetje snuffelen in de dag. en zo. Ja. Een beetje snuffelen, kijken van hé, hey, wat is. Uh, uh, om te ontdekken uh, Waar wat is ik leuk passie, vind. Wat is leuk, ja. maar, maar het leuke was, ik was toen nog niet echt heel bewust van wat het Rijkste Nieuw Programma te bieden had. Uh -huh. uh, want ik had tegelijk ook nog een andere sollicitatie Dat was uh, bij een verzekeringsmaatschappij in Utrecht. Uh -huh. uh, als financial controller. Dus nog steeds wel in de, in de fijne zoek. Uh, en het leuke was, toen werd ik in één keer, werd ik, uh, uh, in dezelfde week kreeg ik van beide uh, organisaties, om het rijke organisaties te noemen, kreeg ik te horen van, uh, je bent aangenomen. Luxepositie. Uh, luxe positie, maar ik dacht op dat moment, uh, ik zou bij de verzekeringsmaatschappij ook meer gaan verdienen. Uh, ik dacht, mijn keuze was dat op dat moment denk ik 75-25. Ik dacht, ik kies voor de verzekeringsmaatschappij en dan zie ik daarna wel verder. Vind ik wel opvallend. Ja, ik ook. Omdat maar... je zei van, die vond ik juist niet leuk. En die je juist hebt geleerd, van je moet meer voor passie gaan... in plaats van misschien wel geld of... Weet je wel? Dat, dus dat vind ik een opvallende Maar dat dag. is... Kijk, je bent op een gegeven moment geprogrammeerd. en je denkt van, ik heb die weg gevolgd. Ja, dus het je het moet is er, wel de veilige optie. Dus je moet er van afbreken op een gegeven moment. Maar op ja. een gegeven moment uh, ging ik... met mensen praten van, hey, ik heb deze keuze. Uh, en dan ging ik me ook meer verdiepen in het Rijks die programma. Dus je gaat op een gegeven moment ook meer verhalen lezen... van uh, uh, mensen die het Rijks die programma hebben gevolgd... En toen dacht ik bij mezelf: hey, het Rijkse Nieuw-Programma uh, is eigenlijk een super unieke kans. Het is ook best wel om daar aangenomen te worden, moet je ook wel, ik denk ook wel geluk hebben. Want er solliciteren, wat is het, drie, drieënhalf, vierduizend mensen op als het niet meer is. Ja. En ze nemen honderd mensen aan. Uh, ik ben er gelukkig doorheen gewandeld. En wellicht komt dat mede omdat ik zoiets had van. Het hoeft voor mij, mijn... ja, Mag... mij niet uit. Ik heb toch een andere keuze, dus we zien het wel. Dus ik zat daar in de gesprekken gewoon heel relaxed. Helemaal jezelf. Ja. Helemaal jezelf. Uh, dat zien ze op... ook, hè? dat merk je ze aan alles en nog wel. Ja, dus dan ik, ik is de denk... gunfactor ook hoger. Ik denk het. En dat, ik denk dat het wel meespeelde. En op een of andere manier wil je het wel, maar ik was me dat me nog niet heel Je bent bewust. er niet te veel van afhankelijk. En dat straal je uit. Dat is het. En op een gegeven moment is de keuze, was het op een gegeven moment heel duidelijk voor mij... Uh, ik, ik ga toch voor de pas. Ik ga het voor de programma. Dit is echt wat ik echt wil. Dus op, dat is denk ik ook een les, denk ik. Probeer te luisteren naar jezelf. Absoluut. Want dit is echt wat ik nodig heb. Ik weet, ben eigenlijk zoekende. Wat, wat ik leuk vind, wat ik wil doen. Het Programma biedt mij dat. Het biedt mij ook twee jaar lang uh, de tools aan om mezelf te ontwikkelen. Want je wordt echt wel opgeleid. Uh, je bouwt een netwerk op met verschillende rijksdienstjes. Uh, die werken bij verschillende departementen, bij verschillende ministeries. Uh, uh, en je kan ook keuzes maken. Dus stel je voor, je weet na een half jaar, dit vind ik gewoon niet leuk. Dan ga je dat gewoon niet doen. Ja. Uh, dus heb ik voor het rijkste in programma gekozen. Uh, en dat heb ik uh, twee jaar met echt veel plezier gedaan. Echt ja. uh, vol passie. En uh, ik kan u nog meer vertellen. Maar ik dacht, voordat ik te ver uitwijd, Ik ja, heb ik ook nog gisteren, de gelegenheid om nog uh, uh, te kijken. Wat, uh, uh, nee, joh, voel je vrij om alles uh, te vertellen wat je wil. We hebben gisteren natuurlijk ook even gesproken uh, in het voorgesprek. Toen gaf je ook aan, ik heb uh, onder andere bij het vastgoedbedrijf. Uh, je hebt ook op, uh, op een eiland gezeten. Iets met de Rijksrelaties, uh, et cetera. Dus ja. je hebt verschillende, verschillende functies uitgevoerd bij de Rijksoverheid. Uh, om er even één uit te leggen, wat was het leukste wat je hebt gedaan in die periode? Ja, het leukste was: uh, ik heb een half jaar heb ik op een Caribisch uh, eiland uh, gewoond en gewerkt. Welke eiland uh, was dat? Sint-Eustatius. Oh, is, Sint. is dat een beetje in de buurt van de Nederlandse. Uh, Nederlandse eilanden, zeg maar? Ja, ja zeker. Dus zeker. bij Curaçao okay, en oost okay, Er zijn er zes. Uh, zes eilanden in het Caribische ja. deel. Ja. Uh, dat is Aruba, Curaçao en Bonaire. Uh, die liggen wat dichter tegen Zuid-Amerika aan. Mm -hmm. En dan 2000 kilometer nog verderop. Wow. Uh, ja, echt, is echt <laughs> nog een gigantische afstand. Ja, Daar heb je Sint Maarten. Uh, Saba en Sint-Eustatius. Hoe groot is Sint-Eustatius? Voor het beeldvorming. Uh, echt heel klein. Volgens mij. Uh, het groot is Amsterdam? 20 ja, vierkante kilometer. Oh, 20 vierkante kilometer. 20 vierkante kilometer, kleiner. waarvan uh, misschien uh, een derde een vulkaan is. is Een slapende vulkaan. En er wonen officieel iets van rond inwoners. Lekker, rustig. Dus het is echt heel klein. Maar wel, wel een heel mooi eiland. Ik heb er echt positief, even, uh, ik kijk eens positief op terug. Ik denk dat het mij heel veel goeds heeft gedaan. Uh, wat heb je geleerd daar, in die periode? Uh, wat ik heb geleerd? Kijk, je komt echt wat meer op je, op je eigen benen te staan, zeg maar. En daar probeer ik mee te zeggen van... Kijk, ik woonde um, toen de tijd al op mezelf. Uh, dus dan kom je ook wat meer op je eigen been staan. Maar ik woonde nog wel in een vertrouwde omgeving... Uh, waar, ook, um, waar ik mijn familie en vrienden heb... Uh, en op synthetesis is dat gewoon een andere omgeving. Ja. Je staat ja. gewoon op jezelf. Je hebt daardoor ook, uh, omdat je uit je comfortzone gaat uh, en ook de setting van je familie en vrienden, uh, kom je ook los van al die routines. Ja. Uh, en dan ontwikkel je jezelf wel. Dan gebeuren de mooiste dingen. Je ontwikkelt, ja, Als het echt, goed is. Dat zeker, want op een gegeven moment kom je terug na een half jaar. Uh, en dan heb je wel, dan kom je terug en dan ga je je leven weer oppakken. Mm -hmm. uh, maar daardoor ga je wel. Je merkt wel dat je op een gegeven moment anders naar bepaalde zaken gaat kijken. Je wereldbeeld dus, uh, verbreedt. Je wereldbeeld is anders. Je, je vaste routinegeden, vaste routine, vaste patronen die je hebt. Die heb je. Dat's, die heb je eigenlijk een soort van de brood, Want je kan eigenlijk opnieuw de keuze gaan maken. Ga ik verder met hoe ik leefde en wat ik deed... En, uh, voordat ik uh, naar sint ging? Of ga ik, uh, ga ik uh, anders, anders leven? Ja. En ik denk dat dat het was. Ik heb echt wel bepaalde dingen toen, uh, toen veranderd. Uh, wat dat betreft heeft sint mij... Eén, qua werkervaring veel gebracht. Want je, wordt diep, je gaat daar meer de diepte in. Ja. Als je bij het Rijk uh, werkt, uh, dus bij een departement of bij een agentschap binnen het Rijk, dan werk je met heel veel collega's. En uh, iedereen vindt er wat van. En je krijgt deeltaken, zeg maar. Niet al te groot, wel mooie taken, mooie opdrachten. Oh. Maar bij Sinterstaties ben je echt. Het is een start-up, hè? Ja, <laughs> je, gaat, je, gaat naar, je gaat van verantwoordelijkheid voor een groep van 2 miljoen, uh, sorry, 17 miljoen inwoners naar 3.500 mensen en het rijk die daaromheen uh, dingen regelt. Dus. Inderdaad. Een soort van start-up waar je heel veel invloed ook hebt. Snel dingen voor elkaar krijgt. Dat is, het. Ik mag echt dat is leuk, denk ik. En je mag echt dingen van A tot Z regelen. Ja, vet. Ja. Dat was nieuw voor mij. Je kwam ook dichter bij uh, de mensen te staan. Om het in om beeld te geven. de andere instantie werk je bij het Rijk. Het Rijk heeft altijd wel het beeld van Ivoren Toren. Ja. Uh, en bij sint dat is eigenlijk een gemeente. Uh, ze noemen het een bijzondere gemeente. Omdat het uh, niet al een wet-regelgeving uh, is van toepassing, uh, wat voor een gemeente geldt in Nederland, dan voor sint Daarom een bijzondere gemeente. Ja. Maar je staat dichter bij de bewoners. Uh, dus dat ook. Dus je krijgt, als jij iets zegt of iets bepaalt om het zo te doen, dan merk je heel snel dat het gewoon de bevolking raakt. Ja. Uh, de inwoners daar. En dat maakt, dat maakt het werken, dat vond, ik het, dat vond ik ook wel hartstikke leuk daar. Ja. Uh, dat je dichter bij de mensen staat. Ja. Uh, dat je meteen ook dingen mag uitleggen en in discussies terechtkomt. Of de uh, ja, discussies, we hebben, wat, we hebben het net over gehad. Maar iemand vindt wat anders. Maar je hebt toch voor deze, hiervoor gekozen. Je moet hem toch gaan uitleggen. Ja. Uh, dus op dat punt ontwikkel je ook. Uh, wat dat betreft, sint ik denk, dat heeft mij qua werkervaring heel veel gebracht. Ja, ik hoor veel zelfontwikkeling, veel invloed, veel. <clears throat> Gesprekken voeren met de mensen waar het beleid voor gemaakt wordt. De, en ik hoor ook um, een stuk herkenning van het feit dat het ondernemerschap misschien wel iets voor jou is. Namelijk dat die directe invloed, dat snel schakelen met yeah. mensen, snel uh, kort op de bal uh, invloed hebben. Dat is natuurlijk allemaal, het zijn allemaal eigenschappen die horen bij het ondernemerschap. Is dat het moment dat je. Ja, begon te beseffen, waarbij dus ook die vaste patronen doorbroken werden, zoals je mooi zei. Was dat het moment dat je beseft van, hé, hey, als ik terug ben, in, misschien op het moment dat je terug was in Nederland, dat je zoiets had van, hé, hey, misschien moet ik wat met dat ondernemerschap gaan doen. Want dat ligt uh, me wel. En dan buiten het rijden. Wanneer uh, kwam dat moment? Misschien ja, is dat ik denk dat vrouw. het moment kwam, uh, zoals, zoals misschien jij gisteren zei, sommige mensen ont 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 ontdekken het als ze voor het eerst op, uh, op de markt hebben gestaan bij, uh, tijdens Koningendag. Ja. Ik heb dat wel gedaan toen ik 12 of 13 was. Ik vond het echt superleuk. Maar toen is het kwartje nog niet bij mij omgegaan. Uh, bij mij is die omgegaan. Uh, ik had op een gegeven moment mijn Rijks afgerond. Uh -huh. En ik uh, ging toen bij het Rijksvastgoedbedrijf werken. Dat is een onderdeel uh -huh. van Binnenlandse Zaken. Uh -huh. En toen merkte ik nog, nog steeds van ik heb traineeship gevo gevolgd. Vier verschillende plekken gedaan. Mezelf ontwikkeld uh, op verschillende facetten, Maar ik, het, er, er knaagt iets aan mij. En wat het is... Ik weet niet wat het is. En toen ben ik bij toeval het boek van Napoleon Hill tegengekomen. Denk groot wordt rijk. Ik denk wel dat je het kent. Think and grow rich. Ja, uh, yep. yeah, think, uh, think big and grow rich. Yeah. Uh, en ik weet niet hoe ik die ben tegengekomen. Ik denk gewoon, uh, misschien, waarschijnlijk ging ik googlen inderdaad. Of zoeken op ondernemen of wat dan ook. En ben ik op het boek terechtgekomen. Ging ik lezen. Uh, fascinerend boek. Mm -hmm. Ik heb hem twee keer gelezen, dus eerst uitgelezen ik denk ik een jaar later, anderhalf jaar later nog een keer. Uh, de eerste keer moet je hem ook even laten bezinken. Dus, enorm. Het is aan de ene kant een hele complex materie, aan de andere kant ook weer niet. Het is, het, wat je zegt. Maar je kijk, moet echt even laten bezinken en de, kijk, de tweede keer goed lezen. Inderdaad, in jij zegt op een gegeven moment: ik ga je de principes geven. En je denkt bij jezelf: wanneer je deze concreet? Hij ja, vertelt ze wel. Ja. Ah. Uh, soms heel concreet, maar misschien zie je ze nog niet. Zoals hij uh, zoals, uh, zoals die, zoals die het zegt. Het is niet voor niks een van de best verkochte managementboeken van de wereld. Uh, Klokken, ik kan je zeggen, bij mij is toen. Uh, uh, dat boek heeft heel veel impact op mij gehad, heel veel. In de ja. zin van uh, uh, ik werd veel bewuster. Op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, uh, uh, van binnen uh, m, allemaal mechanismen gingen los. Ik denk dat ik was 27 denk ik toen ik het boek las, 27, 28 gaan staan. Uh, en het was gewoon een heel confronterend boek voor mij, heel confronterend. Uh, uh, op een gegeven moment je, begon ik voor het eerst wel echt na te denken. Oké, okay, waar ben ik nu? En waar wil ik eigenlijk naartoe? Uh, dus dat heeft het boek bij mij eerst wel echt losgemaakt, los van al die tips die erin staan en hoe je moet omgaan. Was het gewoon een spiegel die misschien voor me werd gehouden. Die De ik, titel, hè? Uh, Denk. En ja, groei. Je hebt na gaan denken: oké, okay, ja. wat sta ik nu? Maar kijk, hij, hij laat, hij, hij laat je het boek lezen, maar daarna laat hij gewoon alleen achter. Ja. En eigenlijk vertelt hij wel wat je eigenlijk moet doen. Zoek soort zo, 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 gelijke mensen. Uh, de, uh, volg je passie. Uh, schrijf stel doelen, dingen op. Ja. Wat wie wil je over vijf jaar zijn? Of over spreek tien het jaar, ook uit. Spreek het uit. Uh, elke dag. Uh, uh, stel een duidelijke doelstelling. Lees het elke dag voor jezelf op. Programmeer jezelf. En noem maar op, hij vertelt het allemaal. Maar ja, dan zit je daar, heb je het boek uitgelezen. Ja, wat ga je doen? In ja. ieder uh, think big and grow. dat denk je, denkt, ja, ik moet iets gaan doen. Ja. En dat ben ik ook gaan doen. In eerste instantie met jezelf. Ja, dat begint het hè. Uh, en toen merkte ik van, hé, hey, ik wil... Wat is... Dus toen, begon de, toen begon de zoektocht... Mensen zeggen eens, we hebben het wel eens over quarter life crisis. Ik denk dat moment, uh, dat boek heeft mij wel een korte li <laughs> life crisis bezorgd. Jeff ja. Bezos, de rijkste uh -huh. man van de wereld, had het pas op zijn veertigste of zo. Hè? <laughs> Echt, of serieus? Ja, uh, er zijn heel veel ondernemers. Iedereen denkt dat je, weet ik veel, vanuit de zolder op je vijftiende moet beginnen met ondernemen. Ja, klopt. Uh -huh. Heel veel bedrijven zijn zo begonnen. Maar heel veel andere bedrijven zijn ook veel later begonnen. Dus het is meer om aan te geven van, uh, je hoeft niet per se heel vroeg ergens mee te beginnen om ergens succesvol klopt. mee te zijn. Of dat klopt. nou tijdens je quarter life is of je midlife crisis, of hoe je dat ik, ook kan noemen. Ik, ik denk, ik, iedereen maakt zijn moment denk ik wel mee. Ja, maar klopt, hij komt een klopt. keer, ik denk, ze zeggen altijd: de man met de hamer komt een keer langs. Ja. Die, uh, er komt een keer een spiegel voor je, uh, de midlife crisis, of welke crisis dan ook. Uh, maar ja. hij komt een keertje. Ja. Uh, en ik denk dat dan, dan het moment is om, als je voelt, dat, dat gevoel is er niet voor niets. Er dat is, een is iets. Teken. Is een teken. Er is iets gewoon wat uh, dat je iets aan doen bent, dat je een bepaalde afslag hebt genomen in je leven. Dat kan jaren daarvoor zijn uh, en dat je nu uh, een bepaald leven leidt of, of een bepaalde uh, richting bent opgegaan. Ja. Maar je, je, iets in jou geeft aan van dit is niet wat je wil. Dit is niet wat jij leuk vindt. Jouw passie ligt ergens anders. Je dromen liggen ergens anders. Uh, dus je begint. Te zoeken. te zoeken. En wat ik wel wist van, ik wil, ik wil echt, er is iets aan mij. Ik wil gaan ondernemen. Maar wat, ja, ik weet niet. Uh, Wilt u maar... wel het verschil maken, zeg maar, als je iets zou gaan doen, of was je daar nog niet echt bewust van? Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou, ja, wat jullie nu doen met Little Mariem, Lomberberg, jullie zijn actief in een niche van een niche, dus babyvoeding ja. en dan de halal versie daarvan. Uh, had je toen al het idee van, oké, okay, als ik iets ga doen, wil ik wel iets vets doen, iets unieks? Om dat, zeg maar, dat comfortabele comfortzone leven op te geven waar je niet helemaal gelukkig was? Of had je zoiets van: ik weet gewoon echt nog niet wat ik wil gaan doen? Wat ja, was het startpunt uh, voor jou? Zeg maar? Kijk, ik denk dat wat ik al zei, ik denk dat het startpunt was dat ik zei: van ik wil echt wat anders gaan doen. Ja. Uh, Zoek toch bij jezelf? Dus daar, daar startte echt mijn zoektocht. Uh -huh. uh, wat ik wou doen, je, je wilt iets doen wat, uh, <laughs> ik denk groot wordt rijk, ja, wat je geld changer. oplevert. <laughs> ja. ja, wat je geld oplevert. Maar je bent wel, ik denk, standaard iedereen wel zoekt: van, dan moet het wel iets uniek zijn. Nou. Uh, terwijl je niet iets unieks op de markt hoeft te brengen om, uh, om het een succes te maken. Soms kunnen het verschillende aspecten zijn. Je kan of uh, ja, iets, gaan, uh, iets op de markt brengen wat, wat, wat scherper in prijs is. Of een betere service. Uh, of echt een vernieuwd concept. Little Marium is dat. Uh, in de zin van het is echt, onderscheidt zich van, uh, van het bestaande aanbod. Mm -hmm. Maar op dat moment had ik nog niet door dat, dat het iets met Little Marium zou zijn. Ik heb eerst, ik heb ooit in het verleden een, 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 had ik in mijn hoofd van ik ga een kortingsplatform opbouwen. Uh, je kent het wel. Dus Groepon voor... ook? We hebben net als Groupon of uh, uh, meer social deal-achtig? Zeg maar. Ja, een beetje social deal-achtig iets, maar dan een heel ander concept. Uh, het, was, het was toen een beetje gericht, ook op de niche toevallig, uh, meer gericht op uh, slagfeest en suikerfeest. Okay. Uh, om daar te beginnen dan het wel groter te maken. Dat was, dat was de gedachte. Ja. Uh, andere woorden, deals aanbieden tijdens uh, die twee feestdagen. tijdens die feestdagen. Ja. Maar we ook nog reguliere aanbiedingen door het hele jaar. Maar daar staan als focus. Echt, dat, is jouw, uh, dat is je doelgroep. Ja. Uh, dat is niet echt meer van, van de grond gekomen. Daar, dat is de eerste dat keer dat idee. ik voor het eerst ja. echt een website ging bouwen. Partijen ging benaderen. Echt ging uitzoeken. Oké, okay, hoe werkt het? Ik, ik zat in de sfeer, Het heet dan affiliate marketing. Dus je begint voor het eerst dingen echt uit te zoeken. Uh, is hem niet geworden. Um, daarnaar... Wat is het belangrijkste wat je van die periode geleerd hebt? Voor de mensen die uh, willen starten uh, en het niet helemaal lukt. Ik denk het belangrijkste is misschien wel gewoon dingen afmaken. Uh, ik, heb het, ik heb het niet afgemaakt. Uh, terwijl het in potentie wel iets kan zijn. En misschien dat je als je gaandeweg doorgaat... Uh, dat je het concept gaat veranderen. Ja. Dat je, andere, dat je ook mensen leert kennen, met mensen in gesprek gaat. Dat je denkt van, hey, als ik dit en dit toch verander. En uh, deze en deze kennis opdoe om je website uh, te optimaliseren. Ja. Dan uh, was je toch die kant op gaan. Want er zijn echt bedrijven die, uh, die zich hebben gespeeld. Die echt zulke platforms aanbieden. Uh, weet ik veel, coding.nl en noem maar op. Ja, ja. Ticketveilingen.nl, social. Ik ja, moet je een voorbeeld geven. Stel je voor je. Uh, je gaat naar, wat, wat zullen we zeggen? Je gaat naar uh, Zalando. Ja. En je denkt van, ik ga, je hebt leuke schoenen gezien. En je denkt van, uh, even kijken wat een kortingscode is. Zalando-korting. Ja. En dan kom je uh, top 5 tegen, weet ik veel, korting.nl. Je klikt daarop en die vertelt je dat er een korting is. En stel er is echt een korting en je klikt via hen door, Ja, dan, dan profiteert hij uh, met jouw aankoop die je doet op, op, op Zalando. Ja. Dus er zijn echt daar verschillende mogelijkheden in. Uiteindelijk niet die kant op gegaan. Ja, waarom heb je niet afgemaakt? Want je zegt, het belangrijke is gewoon afmaken. Als er een deur sluit, betekent niet dat het concept niet goed is. Maar dat je misschien het concept moet aanpassen. Waarom ja. heb jij toen opgegeven? Ik denk ook wel, op een gegeven moment begon Little Mario ook te spelen. Little Mario begon op te komen. En dat was toen een idee. Ik was ook super druk. Echt, uh, ik werkte fulltime. Uh, toen de tijd bij Volksgezondheid. Mm -hmm. Uh, daarnaast begonnen er ook dingen privé te spelen, wat, wat tijd en energie vraagt. Uh, bij, bij het Rijk had ik ook best wel, op een gegeven moment waren we drukker en drukker en Little Marium kwam op. En daar, zat, daar ging ook tijd en energie in zitten. Waar kwam die behoefte uh, vandaan om uh, Little Marium op te zetten? Uh, Welke marktkans zag je voor jezelf of in de markt? Ik weet dat op een gegeven moment was het, uh, ik denk eind 2020. Mm. Uh, ik was met mijn broer aan het telefoon. Uh, Mocho, ook een van de oprichters van Little Marine. Zeker. dat nog mag Zeker. SO Belangrijk, belangrijk schakel. Uh, en die vertelde mij van... Hé, uh, hey Ridwan, uh, uh, we hadden vaker wel eens ideeën. En dan vertelde ik hem van... Hé, hey, dit is misschien een leuk ondernemingsidee. En hij vertelde mij een leuk ondernemingsidee. En, hij kwam, en ik kwam dan misschien met iets onrealistisch. Of hij kwam met, met iets... Ik wil niet zeggen onrealistisch, maar groot en ingewikkeld. En dan moest je veel doen. En... Op een gegeven moment vertelt hij mij van hey, waar ook wel een kans in zit, een beetje tussen neus en lippen door, van uh, babyvoeding. Hij zei: Van ik merk met Celman van. Uh, zijn zoontje? Ja, zijn zoontje, inderdaad. Uh, dat er gewoon weinig of beperkt aanbod is ja. op het gebied van halal. Die is er gewoon niet. Waardoor ik uh, een hapje moet pakken waar geen vlees in zit. Dan zal het vlees bij me uh, Ja, dan moet je het ook nog eens zelf doen. <laughs> uh, en die keuze is ook heel beperkt. Ja. En in een aantal gevallen ook gewoon, misschien wel merendeel, niet smakelijk. Dus hij zei: Ik moest gewoon een hapje. Dan kocht ik een hapje wat ik eigenlijk liever niet wil halen, maar ik heb geen keuze. En dan ging hij het zelf proeven. Dacht hij, dit wil ik uh, zelf niet eens eten. Of misschien <laughs> niet eens aan een, uh, aan een hond geven. Maar het had geen keuze. Maar de he, grote he? merken niet horen. <laughs> ja, hij moest het misschien zelf met een... <laughs> ja, die het moest... scheelt wel dat die baby's die hebben geen smaakvoorkeur hebben. Dat, dat komt later. Als ze geprogrammeerd worden, dan vinden uh -huh. ze hun friet lekker en... Broccoli niet, maar klopt. als iets heel vies is, dan proeven baby's dat natuurlijk ook k wel. Alleen het is dus in mindere mate dan dat wij dat hebben. Dus k dat klopt. scheelt wel een beetje. Want hij zijn nog, wonderbaarlijk, had Selma het gewoon allemaal naar binnen. Ja, uh, waarschijnlijk hij, dus. Ja, waarschijnlijk had hij gewoon echt honger. Ja. <laughs> ja nee, maar... Dat is sowieso. Uh, en daar, kwam, daar ontstond het idee. Ja. Um, ik denk een paar maanden later... Uh, het was één keer opgeofferd. Ik denk dat we een paar maanden later hadden we nog een keer het gesprek erover. Mm -hmm. En toen was het, hé, hey, luister, dit... Uh, idee Van je ja, hallo babyvoeding Dan beginnen we daar nog een keer over hebben, we moeten er echt wat mee doen. Half uur, drie kwartier uh, overlopen praten. Ja, maar dit, dat, is zo, maar dit, pap, 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 pap. En toen is er eigenlijk een soort van vuurtje ontstaan uh, en zij heeft begonnen. Ja, uh, en het begint heel klein en op dat moment heb je nog niet eens het besef van dat het wat gaat worden, maar stapje bij stapje, als je er constant wel mee bezig bent, uh, en ik denk dat dat wel ook Wel een leermoment is uh, van uh, als je um, op een gegeven moment echt er elke dag aan werkt of wekelijks aan werkt, ook al is het maar stapje bij stapje bij stapje, als je weet wat je einddoel is, dan lossen zich bepaalde problemen die je in het traject uh, ondervindt, lossen zich op een gegeven moment wonderbaarlijk op. Ja, en wellicht komt uh, zonder dat jij op een gegeven moment uh, het in een bepaalde die uh, je dacht in een bepaalde richting te zoeken, maar Wonderbaarlijk komt het uit een andere hoek, ja. uh, doordat je ermee bezig bent. Ja. En het was een idee. Ik had nooit verwacht dat het, uh, dat het uh, op een gegeven moment op een gegeven moment heb je een product, ja. heb je een product. En... Hoe ga je van uh, dat is ook wel een leuke, natuurlijk. Want dit is de van niets naar iets podcast voor mm -hmm. kijkers en luisteraars. Wil ook gaan ondernemen of ondernemen al wil naar de volgende stap. Hoe ga je inderdaad dan van dat idee naar een product? Want je noemt het alsof het niks is. Maar je gaat op een gegeven moment. heb je een bepaald idee, ingrediënten. Maar hoe vind je de juiste leverancier en zo? Hoe, hoe gaat dat? Dat hele tussenstuk. Kijk, en dat is ook wat ik zei. Van, uh, er zit ook een beetje geluk bij. Uh, kijk, je hebt op een gegeven moment samen sparren over het idee. de branding die je wil hebben. en noem maar op. Maar ik denk als ik het heel plat sla. Zijn het eigenlijk uh, in het begin twee dingen. Eén, creëer, uh, creëer een branding. Wat is de, weet wie je doelgroep is. Uh -huh. uh, en maak een, een, een merknaam die daarbij past. Maar ook het grote geheel, zeg maar. Want je, hebt, uh, je richt je op uh, halal consumenten, maar er is ook meer dan halal consumenten. En je wilt het eigenlijk in, 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 in west retail gaan verkopen. Uh, een Albert Heijn Jumbo, ja, dan moet je ook al met een, een naam, een design komen, een branding komen, die daar ook gewoon tussen past. Ja. En twee, uh, kijk, je hoeft, het, je hoeft het wiel zelf niet uit te vinden. Je hoeft het product niet zelf in je eigen keuken of in de schuur te maken, of uh, een ruimte te gaan huren en, uh, en zelf uh, te koken. Ja. Er zijn op verschillende. Uh, je hebt allemaal bedrijven die gespecialiseerd zijn in verschillen, om verschillende producten. Of het nou voeding is of uh, niet voeding. Oh. Om die producten te maken. Oh. En daar moet je naar nou op zoek. Dat kost tijd, dat kost energie. Want je Hoe vindt... ging dat bij jullie? Ben je dan op een gegeven moment gaan googlen, rond gaan bellen? Hoe vind Krijgen je zo'n zijn... eerste uh, betrouwbare partner? Kijk, ik denk we zijn gaan googlen als eerste. Mm -hmm. uh, en dan krijg je een paar hits, uh, of een aantal hits. En zoals normaal vind je altijd als eerste grote jongens. Uh, en daar probeer je in contact mee te komen. en deel... nog een beetje water? Ja, doe maar je. Een deel zal, uh, <laughs> zal niet reageren, een deel reageert wel. Ja. Maar dan kom je er op een gegeven moment verder in het traject. Ja, dankjewel man. Ja, dan Vet... ga je filteren. Dan ga je het kaf van het koren scheiden. Je gaat een beetje kijken wie past wel, en niet bij ons en wie voldoet aan onze wensen, denk ik. Dat is het. Uh, kijken op een gegeven moment. Duurde dat lang voordat jullie dat uh, door hadden? Hoe bedoel je precies? Nou ja, je, je, kijk, je gaat natuurlijk babyvoeding maken. Je wilt halal hebben, dus je, ja, er moeten bepaalde eisen voldaan worden. Je wilt natuurlijk ook gewoon een lekker goed product. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om de juiste partner daarin te selecteren. Ik vraag me dan af, hoe snel ging dat? En waar baseer je dan dat... Uh, de, waar maak je die keuze dan? Aan de hand van welke factoren maak je die keuze? Uh, kijk, ik denk, je moet een partij vinden die vertrouwen heeft in jou... Ja. Die ook past bij jouw. Uh, by... Kijk, op dat moment zijn we niks nog. Ja. Dus je moet een organisatie hebben, een flexibele speler hebben, een kleine speler op die markt. die met je mee kan denken en die bereid is ook met je mee te denken. Ja. Uh, en die jou ook de, uh, de, 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 kans wil de kans wil bieden, maar ook dat je daar ook een productie kan afnemen. Want ga je met grote jongens praten, ja, die zeggen tegen jou: van wij draaien alleen maar zoveel aantal potjes. MLQ. Met e MLQ inderdaad, en wij draaien zo'n run, en dat kost je zoveel. En lager dan dat doen wij gewoon niet. Ja, dat risico en, wil je in het begin natuurlijk niet nemen. Misschien heb je dat geld niet eens om in één keer een paar ton te investeren. Ja, dat ook nog eens. Ja. Uh, kijk, en je moet ook kijken, het product is een bepaalde periode houdbaar. Dus je moet het, in dat wat je zegt, je moet het. Uh, het is een groot risico wat als je het niet verkocht krijgt. Ja. Uh, en op een gegeven moment leek het daarop vast te lopen. Uh, we vonden geen de juiste producent. Maar wonderbaarlijk, ik weet dat Mo die had toen een uh, gesprek gehad uh, uh, en die verwees hem eigenlijk uh, door naar uh, een contact uh, die ook in de babyvoeding zit in Nederland. Okay. Uh, en het was heel moeilijk om met die persoon, dus de eigenaar van het bedrijf, in contact te komen. Maar die vertelde me ook toen wel van, hé hey, luister, die grote spelers, misschien moet je daar niet zoeken. Oh. Uh, er is daar en daar, is een wat kleinere speler. Maar die vertelde hem niet bij naam. En daarna kwam hij ook niet meer in contact met die persoon om te tellen wie, wie is dat dan? Wie is die speler dan? Uh, maar toen zelf, hij, dus eigenlijk wees die man, gaf ja, eigenlijk het voorzicht, oh. je moet het daar zoeken, in die land. Uh, en toen hebben we daar het contact gelegd en daar kwamen we heel snel achter. Dus Vet, ja. Dit is de speler. Zo zie je maar hè? dat soort unieke pareltjes zijn moeilijker te vinden omdat ze doen natuurlijk iets minder marketing, ze zijn niet zo heel groot. Dus dan zie je dat het. je, je gaat inderdaad, zoals je net mooi zei, je moet gewoon gaan en dan, dan lopen de dingen zoals je loopt en soms. Heel anders dan je verwacht. Dus je gaat van A naar B. Dus je, gaat, yeah. je start op A, je komt met die grote jongens uit die je snel vindt op Google. Sommigen reageren wel, sommigen niet. En die grote jongens stuurt je naar die ene producent die het wel, die wel aansluit op wat jullie willen. Dus kleinschalig beginnen, yeah. een mooi verhaal. Dus dat is wel een mooi voorbeeld van je moet soms gewoon doen. Om dan, uiteindelijk iets anders te kunnen vinden dat, wat wel bij past. Dan kom je Stil, er dat wel. is geen optie of niks doen. En dan kom je er wel. En dat is het geluk die we hebben. Soms moet je gewoon geluk hebben. Ja. Maar je ziet wel door door te gaan. Dat je op een gegeven moment ergens komt. Kijk, als ik een tip moet geven aan de mensen zelf: je hebt uh, in, ja, in de voeding heb je gewoon beurzen. Uh, en als je gewoon zo'n beurs opzoekt en Steve voor je weet, ik wil ergens een product in die, in die categorieën, uh, weet ik veel, je wil uh, chocoladerepen gaan maken, ja. uh, gaan verkopen. Moet uh, ja. je dan echt naar een chocoladebeurs of heb je echt een soort van source beurs waar alleen producenten zijn die chocolade maken. Je hebt uh, je hebt een grote beurs die is jaarlijks in Nederland, PLMA, uh, private label beurs. Oh, ja. uh, die is in Amsterdam Rij. en die is jaarlijks als je daar naartoe gaat, ja, je gaat uh, genoeg fabrikanten tegenkomen. Dus je moet eigenlijk zoeken op private label beurzen uh, in Nederland of in het buitenland als je iets voor jezelf wil doen. Je, een supplement of ik het allemaal voeding. Bijvoorbeeld, kijk, je moet daar gewoon naar op zoek gaan en uh, elke categorie <laughs> zal wel ergens een beurs hebben, ja. want die producenten. Moet die, een, uh, die moeten zich ook uh, zichtbaar aan. maken. Ja. En die weten ook, daar vind ik in ieder geval. Potentiële, uh, klanten. potentiële klanten. Die iets willen doen. Uh, die een onderneming willen starten. Of van leverancier willen veranderen. Ja. En daar, dus die, die zijn daar te vinden. Ja. Uh, dus dat is een tip die ik mee kan geven. Kijk, zoek naar beurzen. Die. Uh, Private label uh, uh, diensten aanbieden. Inderdaad. Of tenminste het faciliteren voor fabrikanten. Om, uh, inderdaad. Dat te en dat heb om, je niet van... alleen maar in voeding. Ik denk dat je dat. Op meerdere ik Zeker, denk, elektronica, uh, uh, meubelen, uh, iedereen doet dat. Ik denk alles. Uh, je hebt gewoon heel veel, heel veel grote fabrieken in deze wereld. En die moeten natuurlijk constant die productie aanhouden. Ja, dat doe je alleen door meer klanten binnen te halen. Bijvoorbeeld, en ik denk ook, je kan ook zo'n beurs opzoeken om inspiratie op te doen. Uh, oh. Daar is ook. Uh, ik vertelde je het gisteren? Grab It ook een beetje ontstaan? Oh ja, uh, dat, dat had ik nog niet gezegd in de introductie. Ik wilde <laughs> zeggen, we hebben vandaag een primeur, dus blijf vooral kijken en luisteren voor het primeurtje. Maar we hebben Grabbit, je hebt afgelopen jaar, uh, hebben jullie, uh, jij, ja, je broers hard gewerkt aan iets nieuws. Ja, Grabbit, inderdaad. Zal ik daar wat over vertellen? Ja, kijk, de, de Little Merriam doen we. We zijn begonnen in 2020. ja. En in 2021 ga je ook kijken, oké, okay, wat, wat gaan we verder doen? Ga, gaan we een nieuw product oh. voor dit Marium op de markt brengen? Ja. Hoe groot is de kans dat, dat de supermarkt je de kans geeft? Uh, uiteindelijk de keuze gemaakt van, hey, misschien is het ook wel vet om een ander, andere merk op te zetten... Uh, waarmee je het verschil kan maken in de supermarkt... Uh, toen is er een idee ontstaan, dat is hem uiteindelijk niet geworden, want dat is wel leuk. Uiteindelijk dachten we, we gaan iets doen met, uh, door groente in producten te verwerken. Uh, met die gedachte, mede ook die gedachte, zijn we naar de private labelbeurs gegaan. Onder andere ook voor babyvoeding gekeken en wel open gekeken, wat is er nog meer mogelijk. En toen zijn we eigenlijk de kant op gegaan van, ook van Crunchy Muesli en ook van, uh, van, 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 van Maaltijd Cups... Als alternatief voor noedels. En uh, dat bieden we aan met Grabbit. Met Grabbit bieden we Crunchy Muesli aan. En uh, couscous en havermout uh, maaltijden in cups. Ja, die cups, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als die uh, noedelsmaaltijden. Je doet er kokend water bij. Vijf minuten later heb je de maaltijd. Vet, ja. En... Uh, is dat al live trouwens? Is de de primeur is, ja, dat wil ik net vertellen. We hebben echt deze week gehoord van Dirk... Dat ze hebben gezegd, jongens, uh, we zijn geïnteresseerd in de couscous Cups. En mm. die willen ze ook plaatsen. Dat is in week 17. Ik denk 22 april. Dan zijn onze couscous cups voor het eerst uh, de dirk, verkrijgbaar Alle de dirk Alle de... of beginnen ze met een uh, dat, gede dat, gedeelte van de. Dat, moet nog, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zullen er zeker. Uh, wat, kijk, Dirk heeft rond 20 winkels. En het zullen er zeker minimaal uh, 90 winkels worden. Ja, voor de dat mensen die dan, dan die ene winkel in de buurt hebben, was niet. Kunnen krijgen Kunnen ze dan ook online bij Dirk bestellen via de webshop? Uh, of weet Dirk, je dat nog niet? Ja, denk ik niet. Dirk verkoopt ook niet online. Oh, ze hebben geen webshop. Ja, Laat dat op, is de enige die. Uh, Daarom zijn die prijzen zo laag. Ze hoeven die dat webshop is het. niet dat is het. te managen. Oh. Ja, ja. Dus en die bezorgkosten en zo. Ze... Maar wel, kijk, we zijn ook nog bezig met andere supermarkten. We zijn daarmee in ja. gesprek. Uh, ook in ve uh, verdere uh, voor de stadium. Ja. Uh, dus wellicht tegen die tijd. Uh, ja, voordat we verder gaan op Grabbit en hoe je bij zo'n reus als Dirk van de Broek terechtkomt op een gegeven moment zeggen, ja, weet je wel... we zijn gaan zoeken naar de juiste leverancier, die vind je. Een leverancier die ook de kans wil geven... want jullie hebben een mooi verhaal, maar uiteindelijk, ja... moet je wel inkopen doen. En dan moet zo'n leverancier de, de kans gunnen... om dat kleinschalig te doen. Dan heb je dat product ontwikkeld, de branding erachter... het ziet er goed uit, het past in die schappen... van die mooie westerse supermarkt inderdaad. Maar hoe, hoe haal je dan je eerste ja, afnemer binnen? In, in dit geval dan Albert Heijn... zoals je in het begin van deze aflevering zei. Hoe haal je het grote... Albert Heijn binnen, waar je dan mag liggen met jouw product? Neem ons mee, alsjeblieft. Uh, ja, we zijn gewoon naar Albert Heijn gereden en hebben de directeur onder de druk gezet. Nee, dat is een grapje. Groot vandaag iedereen naar Albert Heijn gaat rijden. Ja, ja. <laughs> je, hebt, je hebt wel heel veel uh, Albert Heijn-vestigingen, uh, franchise uh, mm -hmm. dat, dat, als je, dat dat je toevallig een keer de eigenaar daar ook tegen kan komen of erom kan vragen. Kijk, maar ik, dat is niet wat het bij jullie is gegaan. We naar Zandam, naar het hoofdkantoor nee, van Ago... Nee, het verhaal is minder mooi dan, <laughs> dan, dan, dan ik net vertel. Het zou wel vet nee. zijn, ja. ja kijk, wat we hebben gedaan. We hebben eigenlijk um, gewoon in het begin letterlijk... We hebben gewoon een mail opgesteld. Mm -hmm. En we hebben de Albert Heijn en Jumbo gemaild. En gewoon, dat kan iedereen doen. Het ja. is dus gewoon een standaard mailadres. Wil je nieuwe leverancier worden van de Albert Heijn mail... Uh, huppelepup mailadres. Ja. En toen kregen we reactie. Letterlijk. Uh, ik denk dat Albert Heijn reageerde echt binnen een dag of twee. Jumbo deed er ongeveer een week over. Mm -hmm. En gelijk heel enthousiast. Ja, hoe uh, reageerde Albert? Uh, oh vet, cool, uh, mooi product. Uh, ziet er goed uit. Wat Hadden jullie ook meteen voorbeelden van het product, foto's en zo verwerkt ja, in die mail? Kijk, we hadden wel echt, kijk, voordat we de Albert Heijn en Jumbo hebben gemaild, hebben we echt gezorgd dat alles staat. Dus ja. dat betekent... Heb je dat zelf gedaan? Of hebben jullie dat uitbesteed aan nee, iemand? Nee, we, we hebben het echt met z'n keer De branding, de design is wel uitbesteed. Ja, oké. Okay. nou nee, Sowieso. Ja. Dat zeker. En de foto's dan van de uh, potjes. Hoort dat dan bij branding en design? Of hebben jullie dat... Uh... Nee, dat hebben we bij een aparte fotograaf gedaan. Oh. Uh, en je zorgt op een gegeven moment... Kijk, als je naar een super, bij een supermarkt wil, wil leveren... Uh, dan moet jouw etiket ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus je moet zorgen dat alles kloppend is. De website is ja. uh, uh, Je klaar. Je moet aan bepaalde... Uh, je moet jezelf aansluiten bij bepaalde systemen... om te kunnen leveren, ja. bepaalde platforms. Uh, dat, huis, dat stukje huiswerk hadden we ook gedaan. Dat hadden we ook geregeld. We hadden een leverancier, een logistieke partner... die uh, dagelijks reed op de grootste supermarkt van Nederland in België. Dus dat logistieke gedeelte was ook al geregeld. En dan gewoon uh, aangekondigd. Je geeft aan... Um... Je zorgt dat je goed voorbereid bent met de juiste barcode, de juiste branding, het juiste systeem waar je, op, waar je op aansluit. Maar hoe weet je welke etc dat zijn? Googlen. Hoe vind je die informatie? Gewoon googlen. Gewoon en dan, googlen. Uh, ja. op, uh, waar moet ik kan voldoen als ik en leverancier dan, wil worden van Albert Heijn, Dirk Dat of is maar. het, dat is het letterlijk. En dat is genoeg informatie. Genoeg op. informatie. Dan okay. vind je echt wel verhalen sure. van. Uh, van uh, uh, soortgenoten die oh. een product naar de supermarkt hebben gebracht en vervolgens aangeven hier en hier en hier en hier moet je voldoen. Oh, uh, dit zijn de eisen van de supermarkten. Uh, dat, dus dat is gewoon te vinden. Mooi. Kijk, ik denk het grootste verschil maak je volgens gewoon in je verhaal, één in je mail helder en duidelijk, twee nog een mooie productpresentatie en daarna drie in, tijdens het gesprek als je gewoon heel duidelijk vertelt hier staat het product voor, dit maakt het product anders, is er vraag naar. Ja, wij zien die vraag. Dat is deze doelgroep. We hadden het over de halal-consumenten. Die is veranderd. Het is niet meer traditioneel zoals je misschien kent van twintig jaar geleden. Je hebt nu twee verdieners. Die werken beide. Ze zijn super druk. Ook Ze proberen opgeleid. ook sociale activiteiten te doen. Ja. Familie te bezoeken. Uh, uitjes. Vakanties. Er is gewoon niet altijd meer tijd dat de, de moeder, moeder in dit geval, traditioneel een maaltijd voor het kind maakt. Uh, en de Albertijn zag dat. En die was daar ook heel bewust van. En daar hadden we toevallig het geluk dat uh, de categorie manager van de Albertijn. Uh, die werkte bij een andere grote babyspeler uh, voor, uh, uh, voordat hij bij de Albertijn in dienst ging. En, was, uh, en die maakte ook babyvoeding. En zij hadden toen echt al in 2010 of 2008 waren ze al hadden ze de gedachte. om halal babyvoeding te maken. Ze zagen die kans in ontwikkeling al ze zagen de kans, maar hebben het toen niet gedaan. Hmm. Uh, zijn uitleg was: het is een grote, grote organisatie, rigide organisatie, dus ideeën sneuvelen. Ja. Maar toen speelde het al. Dus voor hem, toen mijn, wij hem benaderden. Het was meant to be, man. En <laughs> en dat is dat je moet de juiste tijd hebben. Dus toen wij hem benaderden, ja. ik weet nog tijdens het gesprek zei hij eigenlijk letterlijk tegen ons: dat het er nog niet is. Ja. Dat dat, dat, ja, dat dit, het speelde toen al. En hij keek, dat het Perfecte er, timing. Dat is het. Hij zei dat het er eigenlijk nog niet is. Vindt hij eigenlijk vreemd? Hij zei: het product is goed. Ik heb het geproefd. Is goed. Uh, ...de breng ziet er goed uit, jullie verhaal volg ik... ...ik weet wat jullie willen doen, ook op marketinggebied... ...om het product te promoten. En... Let's go. Op een gegeven moment na twee gesprekken zei hij gewoon letterlijk... Uh, ...en ik weet nog precies, ik had ervoor dat we het gesprek ingingen... ...als we tien winkels krijgen, dat zou vet zijn hè. Uh, laten Ver, we... ja. En op een gegeven moment tijdens het gesprek zegt hij... ...jongens, ik ga het doen. Hij zei, wat vinden jullie van honderd winkels? <laughs> en dan zit je daar, en dat was tijdens corona. Dus ja. je zit in een, in een uh, teamsmeeting... Ja, pokerfeest, eerste klas. <laughs> kijk, kijk, kijk mijn broer aan, ik, ik zelf ook. Ja. Ah, prima, prima. Hondwinkels kunnen we meeleveren, dat is goed om mee te starten. Ja, maar dat was. Je uh... dacht, wow, tien. Keer... Van we binnen. We dachten tien en het zijn er Honderd. Ja, wow. van binnen. Ik denk het van droomstart. binnen. Je kent voetballers als ze een wereldgoal maken en ze maken een gekke sliding op het veld. Ja, ja, ja. ja van binnen wil je dat doen. Ja, vet man. En zo begin, begon het. het is een mo mooie start. Tegelijkertijd denk ik. Ja, 100 winkels, veel voorraad. Albert Heijn heeft een betaaltermijn van uh, wat is het 60 dagen of zo. Misschien was het bij ja, jullie anders. Uh, met, starten, uh, met beginnende. Ja, hoe ga je dat financieren? Uh, in het begin gewoon zelf. Kijk, ja, kijk, jullie hebben natuurlijk wel het voordeel dat jullie al wat werkervaring hadden. Je broer is denk ik uh, iets ouder dan jou, ja, toch? Ja, gewoon broer is waarschijnlijk uh, uh, heb je dan een beetje 41. Ja, oké. Okay. Dus dan loop je al een tijdje mee, natuurlijk. Kijk, we, heb je wat werk gedaan? En wat dat is, geld uh, kunnen sparen? Ze hebben een beetje kunnen sparen. Uh, dus we hebben echt onze eigen geld erin gestoken. Echt in het hele traject. Het voortraject. Uh, uh, Mooi. Uh, en daarnaast ook moet je je voorraad financieren. En op, uh, ja, op een gegeven moment uh, moet, je het gewoon, moet, je het, moet je je geld gewoon trekken. Ja. <laughs> en, ja anders... maar, we, maar we geloofden er beide in. Moesten jullie uh, veel voorraad aanleveren die eerste keer? Want je kijk, hebt 100 winkels. Het voordeel is... Het gaat ja. wel om kleine potjes... waar de inkoopwaarde niet heel hoog van is. Maar je moet wel al die honderd winkels bevoorraden. bevoorraden. Hoeveel soorten hadden jullie toen jullie begonnen? Want het zijn er nu een stuk of zeven. Ja, we hadden de vijf. We hebben er nu negen. Negen zelfs. Uh, ja. En kijk, in het begin hoef je alleen die, die vijf smaken te, te financieren. Oh. Um, kijk, en dat scheelt. Uh, dat hangt er dus vanaf welke leverancier je hebt. En we hadden gelukkig hadden we een kleine speler... Die praat nog steeds over wel behoorlijke aantallen. Het is niet dat het, dat het niks is. Uh, maar de, 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 de voorraad is vergeleken met de grote spelers. is gewoon een stuk kleiner uh, die je bij hen kan, kan afnemen. Ja. En naarmate je groeit moet je, merk je wel de rotatie is sneller. Je moet zorgen dat je echt een x-aantal uh, producten op voorraad hebt. Ja. Toen zijn we een beetje in directe omgeving gaan zoeken. Dus zijn we in directe omgeving gaan zoeken en hebben we onze financiering eigenlijk uh, zo kunnen regelen. Ja, fed. Mooi dat er uh, zomaar geen banken en zo aan het uh, pas is gekomen. Dat, is altijd, uh, ja, dat vind ik beter. Op een gegeven moment ga je die 100 winkels bevoorraden. Maar we weten allemaal a Albert Heijn. Hè, dat is uh, volgens mij uh, is een van de grootste retailers van Nederland na Kruidvat. Volgens mij hebben ze duizend winkels. Liggen jullie nu bij alle. Je zei het in het begin, hoeveel, in hoeveel uh, Albert Heijn? 300... Niet alle duizend volgens mij, toch? Uh, nee, 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 De 380 Albert Heijn winkels. Uh, wat zal het zijn? G gemiddeld gezien 550 Jumbo-winkels. In, in sommige winkels liggen we, van de Jumbo liggen we, in bijna alle Jumbo's liggen we met een aantal smaken. Uh -huh. uh, minimaal drie, dacht ik. Uh, in een aantal winkels liggen ze allemaal, dat zijn er ongeveer 450. Oh. Dus uh, wat zal het zijn? 550, 600 Jumbo-winkels gemiddeld. Oh. Uh, alle hoogvlietwinkels, alle derkwinkels... dat zijn bij elkaar samen, zijn dat er 20. 200. Uh, en in België liggen we bij de Albert Heijn de Jumbo Koorhuis en Carrefour. Dus bij elkaar in totaal 1350. Ja, jullie hebben het uh, voordeel dat. Het schap van de babyvoeding. Dat is okay. natuurlijk een niche. En jullie gaan zitten in de niche van de niche. Dat was gisteren ook even over. Hè? De, de halal, halal babyvoeding. Yeah. Dat bestond helemaal niet. Dat was het grote voordeel wat je dan hebt. Maar stel dat er wel een ander merk bij komt. die dat ook wil doen. wat is dan. wat is hetgeen wat jullie uniek maakt ten opzichte van de rest? Uh, kijk, wat ons anders maakt. Doe je als een speler die. Hallo, ook wel... Uh... Ja, dus stel uh, ik, ik start morgen ook zo'n merk. Ik zeg maar ja. wat. En ik lig in datzelfde vak. Van Albert Heijn. Omdat Albert Heijn denkt. Ja, laat ze maar even. Tegen elkaar concurreren. Want ik vind het product mm -hmm. allebei wel goed. Maar we gaan wel zien wie, wie dat van elkaar wint. Hoe onderscheid je jezelf dan ten opzichte van. Uh, de producten uit diezelfde niche. Dus niet algemeen babyvoeding, maar de, ja. bijvoorbeeld de heruil babyvoeding. Ik denk wel, kijk, de vraag is voor mij best wel nog uh, is moeilijk te beantwoorden. Je probeert uh, niet echt over na overdenken denken, denk ik. Kijk, in de zin van, kijk, omdat we, kijk, we hebben wel erover nagedacht... en de, de, de risico's en kansen ingeschat. Kijk, en we weten wat, uh, hoe groot de babyvoeding babyvoedingmarkt is... Uh, omdat we zelf daarin op is weten wat de, wat de aantallen zijn die, uh, die daar draaien, ja. uh, en daardoor weet je dat nog een, uh, een, een supermarkt, Albert Heijn Jumbo of Dirk of Hoofd uh, Kijk, Om een andere merk in de supermarkt te plaatsen, moet ze een ander eruit kijken. Ja. En ik denk uh, dat ze niet een andere niet-halal babyfooding merk. Uit het schap zouden halen om er een extra halal merk neer te zetten. Uh, want we moeten ook gewoon geld verdienen. Ja. Ik denk, als de, daar een... de ruimte is ook beperkt, natuurlijk. De ruimte is beperkt. Ja. Dus ik denk als ze dat zouden doen, dan betekent het gewoon dat ze ons eruit halen. Ja. Uh, en dat is ons geluk, die we hebben. Uh, wij zijn de first mover geweest hier in Nederland. Ook in België. We hebben onze plek op het schap, schap hebben geclaimd. Uh, wij staan daar. Little Merriam is nu ook steeds bekender aan het worden. We ja. zitten nog aan het begin, uh, maar langzaam aan het worden, steeds bekender. En ra raken jonge ouders bewust van, hé, hey, er is halal babyvoeding. Ja. Uh, en daarmee wordt ook halal babyvoeding, wordt het linkje gelegd met Little Mariam. Uh, dus, de, dus we schatten zelf ook de kans in dat dat heel moeilijk is. Dat betekent niet dat we in slaap sukkelen. Uh, want je moet gewoon een scherpe prijs aanbieden ja. en de beste kwaliteit aanbieden. En als je mij vraagt van waar onderscheiden wij ons, is dat we wel echt uh, kwaliteit en prijs uh, de hoogste kwaliteit aanbieden voor, de, voor, van wij weten, de scherpst mogelijke prijs in ja. de supermarkt. Nou, dat is top. Uh, dus waar wij ons in blijven onderscheiden is uh, zorgen dat de kwaliteit gewoon altijd top is. Ja. Uh, vergeleken ook met de niet hallo babyvoedingmerk in het schap. Ja, ja dan blijven de consumenten natuurlijk ook kopen. Uh, en op het moment heen. dat dat door blijft gaan, heeft Albert Heijn of een van die andere supermarktreuzen niet uh, een reden om te zeggen: van jongens, we gaan een keer uh, bij iemand anders kijken. Dus blijf dat vooral doen. Ik was nog wel even benieuwd, waar komt de naam Little Miriam vandaan? Ja, we hebben we eigenlijk gewoon verzonnen. We zochten eigenlijk een, uh, een naam die, uh, uh, die herkenbaar is bij de doelgroep. Ja. Uh, zoals je weet, alle consumenten zijn heel divers in Nederland. Mm -hmm. uh, met diverse achtergronden. Uh, Miriam is een duidelijke naam. Ja. Uh, moeder van Isa. Ja. Uh, ...van ons profeet Isa. No. En het is ook een naam die veel niet hallo consumenten kennen. Ja, dat is waar. Ja. Uh, dus een beetje net Sarah. Bijvoorbeeld. Ook een hele mooie naam die, zowel, die heel breed gebruikt kan worden, maar ook Arabisch ja, is. Wat ook Youssef kunnen doen. Uh, ja. <laughs> ja, ja. Maar door er ook littel aan toe te voegen, ja. maak je het ook wat schattiger. Ja, vet. Uh, Jullie, jullie liggen bij superveel supermarkten, je geeft het aan bijna alle Jumbo's, heel veel Jumbo's, zelfs in België bij Coruut en Carrefour. Wat is jullie doelstelling? Wat willen jullie bereiken met Little Miriam? En waar willen jullie naartoe groeien binnen nu en vijf jaar, Charles? Uh, kijk, ons doel is uiteindelijk gewoon ouders te helpen. Uh, door het ouderschap Mooi. makkelijker te maken. Uh, dat, dat als ze geen tijd hebben om te koken, dat ze altijd. Een goede alternatief, alternatief een betrouwbare ja. alternatief achter de hand hebben. Ja. Van hey, als ik geen tijd heb om te koken. Uh, ik, ik heb, uh, dat je altijd dit onderin mag... in de kast hebt liggen. en dat je je kind een eerlijke maaltijd kan ja. geven. Dat is ons doel. Die blijven, en dat, ons doel is dat om, om zoveel uh, zo mogelijk jonge ouders te bereiken. Uh -huh. uh, in Nederland, België en daaromheen. Ons eerste doel is, 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 is om eigenlijk ook de stap te maken naar Duitsland. Dus uh, daar zijn we nu mee bezig. Ja. En, uh, en na Duitsland lijkt ons Frankrijk de meest logische stad, maar dat is ook wel een hele ingewikkelde markt. Uh, en daarna moeten we gaan kijken wat onze, wat onze volgende ja. doelstelling wordt, uh, welke landen welk land we willen focussen. We weten nu dat we met Duitsland en eventueel Frankrijk onze handen enorm. Alle, ja. dat dat al een enorme uitdaging is om dat goed te doen. Yeah, yeah. Tegelijkertijd uh, zie je met veel game-changing goede concepten. Zoals bijvoorbeeld de vegetarische slagerij. Goed uh, game-changing concept. Een gat waar ze op ingespeeld gespe hebben. Dat is op een gegeven moment opgebouwd door mensen zoals jij. En, en na een x-aantal jaar overgedragen aan Unilever. Mm -hmm. Unilever kan dat dan mooi toevoegen aan hun portfolio. Uh, het is helemaal opgebouwd. Ze dus hoeven het alleen maar op te schalen. Hebben jullie die ambitie nog? Voor de eventuele category manager van uw die die nu aan het luisteren is, of de directeur, omdat in de toekomst, als het super, ja. nog veel groter is dan dat het nu is, misschien over te dragen naar een groter systeem, die dat weer verder uit kunnen breiden? Natuurlijk, ja, mijn telefoonnummer is. Nee, dat is. <laughs> <laughs> ja, nee, dat is een Kijk, ik denk wel van. Uh, kijk, ik denk het wel. Kijk, ik denk je, um, kijk, als ondernemer ben je altijd bezig met iets, uh, iets starten, ja. iets uh, opbouwen en laten groeien. Uh, maar dat weet je zelf ook. Als ondernemer zie je ook constant uh, andere kansen om je heen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar je moet ook wel je focus houden. Ja. Uh, dat je niet, uh, dat je niet je, wat je al doet, dat je dat verprutst. Ja. En dat je, daardoor voor nodig, dat je daarmee verpest. Ik denk wel dat op een gegeven moment uh, is er zeker een punt dat je gaat nadenken: wat is, uh, wat is een mooie partner uh, aan wie je Little Mariam kan overdragen, ja. zodat, zodat die het ook verder kan laten groeien. Want kijk, kijk Duitsland en Frankrijk zijn nog landen bij ons om de hoek. Niet letterlijk, maar Duitsland meer. Uh, dus die stap is zelf voor onszelf wat makkelijk te doen. Terwijl we onder, want we spreken ook de taal niet eens. Je ja. weet, als je ergens wil handelen, moet je ook de taal spreken. Ja. Dus dat is al een hele grote uitdaging. Dat zijn alleen maar twee landen die bij ons uh, om de hoek liggen. Uh, kijk, wil je echt verder gaan? En dan heb je, heb je kennis nodig, heb je de juiste mensen nodig... heb je ook gewoon geld nodig. Ja. Uh, en wellicht komt er een punt dat je zelf kiest om zelf te produceren... om die voordelen te pakken. Uh, dus er is zeker... Ik denk op een gegeven moment komt er een punt... Uh, dat je moet gaan kijken... Moet je, het, moet je het gaan overdragen aan een, een partij die al in de babyvoeding zit... Ja. of die al verschillende voedingsmerken heeft, allerlei Unilever. Ja. Uh, dus dat punt is... Uh, ik denk dat die wel op een gegeven moment... Zou je daar met vijf jaar? Zou je dat wel moeten zijn? Ik ben benieuwd, we gaan het volgen. Ik uh, wil nog even kort hebben over Grabit. Um, mooi, mooi, mooi segment ook waar, op, waar jullie op inspelen. Drukvak, de meepakverpakkingen zoals noedels, et cetera. Ook daar springen jullie weer in op iets wat echt uniek is. Namelijk zo'n meepakverpakking, maar dan met uh, couscous. Super uh, hot product natuurlijk. Uh, hoe gaat het daarmee en wat verwacht je dat, dat daaruit gaat komen als jullie straks live zijn in week 17? Met Dirk? Uh, dat wordt een groot internationaal bedrijf. Shadel. Nee, we geloven er echt enorm in. Ja. Uh, de de potentie. De markt is ook veel groter. Hè? Is veel groter. Uh, kijk, met, met babyvoeding zei ik net al, niche in de niche. Ja. Eén, de niche is babyvoeding. Uh, er zijn maar een x-aantal 170.000 baby's per jaar. En hoeveel is daarvan halal... Uh, hoeveel ze eten daar van halal? Uh, Die ...de Verschillende statistieken, klein, 10, 15 procent. Ja. Dat is wat ze zeggen. Uh, en dit product heeft gewoon een grotere doelgroep. Ja. Onze doel is: uh, kijk, we beginnen net, uh, maar ons onze, uh, onze doel is een kans krijgen. Op het, dat, dat is waar we nu mee bezig zijn. Ja. Dus daar zijn we bezig om die kans te verseren. Alhamdulillah, Dirk geeft ons die kans. Uh, inshallah ook Albert Heijn uh, en een andere supermarkt met wie we in gesprek zijn. Mm -hmm. uh, en daarna willen we dat product eigenlijk gaan verbeteren. Uh, het productassortiment uitbreiden... met de juiste smaken. Uh, en uh, die producten ook de supermarkt uh, in te krijgen. Met Grabbit uh, staat voor een gezond alternatief... dan het bestaande aanbod. Ja. En dat is wat we met onze Crunchy Muesli doen... en dat is ook wat we met onze cups doen. Uh, er, zit er zitten geen e-stoffen in. Uh, het zijn natuurlijke producten... Uh, Minder suikers, meer proteïne, meer vitamines, meer uh, mineralen. Ja. En met dat, met, daarmee proberen we het verschil te maken in het schap. We zien dat die trend er ook is. Ja. Uh, dat mensen op zoek zijn naar dat soort producten. Uh, en daar zijn we mee bezig. Dus we hopen dat we, wat zal het zijn over, wat je vraagt of wij spreken, vijf jaar. Ja, dat je op een gegeven moment, wat zal het zijn, dat je meerdere. Uh, medeproducten in de supermarkt heb liggen. Nou, ja, ik zie het al helemaal voor me. De, hoe jullie dat uh, supermarktvak infiltreren. En <laughs> hoe jullie daar met de unieke ja. propositie de boel gaan overnemen. Inshallah gaat het helemaal lukken. Um, mooi om zo te horen hoe het allemaal is ontstaan. Waar jullie tegenaan zijn gelopen. Wat de toekomstplannen zijn. Zo tegen het eind van de podcast uh, sluiten we het verhaal het af met een centrale. Eindvraag. En die luidt als volgt, uh, Siridwan. Wat mm -hmm. zou je mee willen geven aan de kijkers en luisteraars die, na, die nu jouw verhaal horen en uh, die zoiets hebben van, ja, ik vind het leuk om te gaan ondernemen. Niet per se in de branches waar jij zit, maar nog niet weten hoe ze daarmee moeten beginnen. Wat zou je mee willen geven aan die mensen die uh, die, die switch willen maken vanuit, uh, vanuit een baan of misschien helemaal vanuit niets, die nog heel yep. jong zijn? Uh, dat is een goede vraag. Eh... Uh... Kijk, ik denk. Je, het is een zoekproces. Mm -hmm. Dus dat je het nog niet weet wat je wil gaan doen, is niet erg. Het uh, belangrijkste is dat je gewoon uh, bezig bent in eerste instantie gewoon met jezelf. En met, met jezelf bedoel ik jezelf ontwikkelen. Ja. Uh, ja. Laat dat sowieso gebeuren. En als je ongeveer al weet in welke hoek je dat wil gaan doen, ontwikkel dat dan. Ja. Uh, en hou je ogen open. Ja. Hou je ogen open. Uh, probeer misschien, uh, niet misschien doe het. Zoek soortgelijke mensen op. Uh, zij het al wel ondernemers of mensen die willen ondernemen. Dat je ook een beetje in, dat, in, de, in, in die sfeer terechtkomt. Dat je ondernemend gaat denken. En je komt dagelijks, wekelijks, maandelijks. Kom je, kom je dingen tegen. Kom je probleempjes, obstakeltjes tegen. Dingen die beter kunnen. En dat zijn gewoon kansen. Ja. En ga daar dan over nadenken. Hoe zou jij het dan doen? Wat kan dan beter? Uh, en dan kan het zo zijn dat, dat er zich op een gegeven moment iets zich ontvouwt. Ja. Uh, dat je denkt van hé, hey, uh, deze obstakel is er, maar als ik deze dienst of deze product aanbied, dan kan ik het probleem oplossen. En als je er ook nog een commercieel uh, kans in ziet. Ja. Uh, is helemaal dan, mooi. dan is het helemaal mooi. Dan, uh, en als het maatschappelijk iets is, is het ook niet verkeerd, want daar droom ik ook. Ik denk dat dat mijn doel is over een x aantal jaar. Om, om, dan nemen om, we dat op om te kijken hoe het daarmee gaat. Bijvoorbeeld. Uh, en als je die kans tegenkomt uh, en je hebt iets concreets, uh, dus je denkt van: dit is een maak dan vervolgens, uh, probeer het dan concreter in te delen. En een kleine planning te maken. In ja. kleine stapjes. Want je gaat merken, uh, je leven het door. Uh, op dat moment ben je misschien student, of ben je misschien aan het werk. Uh, ja. Heb je misschien een partner, geen partner, of kinderen, of geen kinderen. Maar je leven heb je al vormgegeven: Eén met zinvolle routines en twee met onzinnige routines. Ja. En dat kan zijn series kijken, films kijken, onnodig scrollen op TikTok, Instagram of wat dan ook. Uh, maar je moet tijd gaan vinden. Ja. Je moet tijd gaan Dus begin vinden. bij jezelf, vind de tijd in kleine stapjes ergens naartoe werken en het vooral doen. En zo kom je uiteindelijk bij de, in die snelvaarttrein of uh, hetgeen wat je allemaal doet, kom je uiteindelijk terecht waar je wil zijn. Als je, als je je gevoel volgt en in kleine stapjes uh, vooruit gaat, kleine stapjes met een heldere doelstelling. Met een heldere doelstelling. geloof ik dank je wel uh, voor je tijd, uh, Ridwan. Ik vond het super inspirerend. Met mij uh, ben ik ervan overtuigd dat jullie het ook uh, super inspirerend vonden, de kijkers en luisteraars. Heb je een kind, een baby? Ga vooral uh, Little Merriam checken in het uh, supermarktvak van de namen die genoemd zijn. Kom je uit België? Check het bij Koolrijd, Carrefour en Nederland, alle bekende supermarkten. Uh, ga Ridwan volgen op, uh, op LinkedIn. Ga ook, ga ook het account van uh, Little Merriam volgen. Natuurlijk. Ik zie dat jullie regelmatig wat posten. En binnenkort ook Grab It. Uh, check dat dus vanaf week 17. Um, voor nu uh, zou ik zeggen, Ridwan, uh, dankjewel dat je ondanks je drukke schema. Uh, tijd vrij hebt kunnen maken voor deze podcast. Ik weet zeker dat de mensen hier... Uh, mooie, mooie ja, lessen uit kunnen trekken. Zeker ook voor de mensen die concreet iets met... voeding uh, of het white-labelen... van uh, concepten willen doen. Dus Barker ik, dankjewel daarvoor. En voor de kijkers en luisteraars zou ik zeggen... Uh, bedankt weer voor het checken. Uh, volg ons op uh, Instagram, op LinkedIn... Spotify, abonneer je op het YouTube-kanaal. zodat dit soort verhalen gedeeld worden, in het algoritme terechtkomen en er zoveel mogelijk mensen iets aan hebben. Uh, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.